Ik dacht gewoon even rijden in mijn nieuwe bakken. Ik bedoel, autoride skills. Maar dus, yo jongens, ik ben terug vanuit Nederland. Maar ik ben dus een week naar Nederland geweest met school. En daar ga ik jullie in deze video alles over vertellen. Want er zijn enorm veel dingen gebeurd waar jullie natuurlijk alles van willen weten. Dat hoop ik toch. Dus jongens, deze video gaat fucking epic worden. Ik zou zeggen, doe zeker een duimpje omhoog. En ik moet stoppen met dat inzoomen. Dus zeker een duimpje omhoog bij de 600 likes krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Ik ben Acid. En ik zeg, lampen zijn zo cool als ze aanstaan. Maar het stopcontact zit niet in. Dus ik kan de lamp niet aansteken. Lamp club for the win. Oké, maar dus jongens, zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zeg, let's go! Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag om er terug in te vliegen spelen wij Black Ops 2. Ik moet natuurlijk weer een beetje trainen, want als Black Ops 3 uitkomt moet ik natuurlijk de MLG Pro zijn. Dus ik moet natuurlijk weer trainen en zorgen dat ik die MLG cosplays voor jullie kan uploaden. Zoals ik al had gezegd, gaan we het vandaag hebben over mijn zeil. Zoals ik al had gezegd, gaan we het vandaag hebben over mijn zeil GWP in Nederland. Want ik heb wel veel gedaan in die 5 dagen dat ik in Nederland heb gezeild. Zo zijn we langs de Waddeneilanden gegaan en zijn we in enkele steden geweest waar er echt geen fuck te doen was. Zo zijn we door Makkum, Texel, Medemblik en Enkhuizen gegaan. En ik zeg het jullie, in geen één van die steden was er iets te doen. Wel, in Makkum hebben we wel een cool plekje gevonden in die dansclub, de Skippers noemt. En daar was het wel een dik feest. Maar voor de rest was er niet echt iets te doen in die steden. Want de dagen dat wij daar waren, was het voor jullie natuurlijk vakantie en het was feestdag. Het was herdenkingsdag voor de oorlog. Dus alles was dicht. Maar het was zeker een geslaagde reis en ik vond het gewoon super nice. Zei ja, ik ga hier nu gewoon campen bij de Tactical Insertion, want dat kan gewoon. Ik heb me geamuseerd. Ik was blij dat ik nog eens in Nederland was, want Nederland is natuurlijk gewoon een super nice stad en... Nederland is natuurlijk een super nice land en ja, ik vind het gewoon leuk om daar rond te lopen. En het zeilen was voor het algemeen ook wel gank en het was wel leuk en ik bedoel, het was, ja... Het was gang. Dat betekent dat het een groot feest was. Druk nu op like. Binnen 2 weken is het ook Dutch YouTube Gathering. En daar heb ik ook gewoon tering veel zin in. Om allemaal leuke mensen te zien. Maar om nog even terug te komen op die video die ik in het begin van deze video heb getoond. Toen wij de donderdag aankwamen in Medemblik, was het daar al 8 uur. En om 8 uur zijn alle winkels al gesloten. Dus eigenlijk was er daar niks te doen. En alles was dicht. Dus ik dacht, ja, laten we gewoon met wat mensen een beetje door die stad lopen. Kijken of er misschien toch iets leuks te doen is. En het eerste wat ik zag waarvan ik dacht, holy shit, dat is nice, was die veel te kleine auto die bij de kruidvat stond. En ja, ik heb er dan gewoon 50 cent in gestopt en ik ben erin gaan zitten. Want ik dacht dat dat wel grappig ging zijn. Grappige was, ik zat in die auto en ik had echt moeite om eruit te komen. Want mijn voeten en mijn hoofd zaten eigenlijk gewoon vast aan die cabine. We zijn ook naar een museum geweest. En dat was saai. En voor de rest was het gewoon een chille week. En we hebben geen echt huiswerk of les gehad. Dus het was gewoon een chille week. Ik heb ook een video opgenomen daar. Eigenlijk is de enige video die ik heb opgenomen daar de video in de auto. Ja, en ik heb 50 cent in die auto gestopt om 13 seconden te rijden. Was erg dikke oplichting, maar ja, oké. Ja. Je moet genieten van het leven en je moet domme dingen doen als je jong bent, zodat je er later mee kan lachen. Want als je oud bent, dan kan je geen domme dingen meer doen. Zo zijn jullie weer een levensles rijker geworden door mij. Druk nu op like. We doen nog eens een potje gun game, want ook nog even gewoon random in deze video. Ik ben super blij dat de puberteit bestaat, anders zag ik er nu nog altijd zo uit. Holy shit, ja, lang leven puberteit, hey. Oké, maar we gaan beginnen aan de gun game, want ik moet deze pot winnen, want als ik niet win, dan ben ik lul. Dus we gaan dit spelletje easy winnen, let's go. Hou je voor dat ik win, dan is het de allereerste keer dat ik een potje gun game win op mijn kanaal. Dus wij gaan hard, wij gaan lekker, en we moeten die killeronies, pepperonies pakken, want zonder kills kan je natuurlijk niet winnen, en ja, eigenlijk gaat het best goed, holy shit. Oké, ik sta niet meer eerst, ik begin stress te krijgen. Kom op, wat?
auto. Kom op, we kunnen nog winnen. Als ik win, holy shit, doe dan allemaal maar al een duimpje omhoog. Share deze video dan ook met je vrienden. Deel hem dan gewoon op alles wat je ziet. Oké, ik zet het vast. Als ik niet win, als ik niet eerste ben, dan ga ik een giveaway doen van mijn oude webcam. Dan upload ik hem morgen. Dan zit hij in de video van morgen, de giveaway van de webcam. Als ik niet win. Ik ga winnen. Ik bedoel, ik moet winnen. Het is geen keuze die ik zelf maak. Het is gewoon een feit. Ik moet winnen. Ik moet die eerste plaats hebben in de gun game. Ik denk dat ik gewoon kans heb om deze te winnen. Holy shit. Oké, we gaan hier even quickscope droppen. Quickscope. Hardscope. Oké, met deze drop ik wel een kleine quickscope. Oei. Oké, guys, we staan eerste plek. Ik denk dat jullie de video gaan moeten delen, liken en al die shit. Holy shit, op elke video waar ik gun game speelde, schaalde iedereen me uit dat ik noob was. Maar nu ben ik gewoon aan het winnen. Kom op, Acid. Kom op, je kan het, man. Zit er aan de crossbow. Moeilijkste gun. Kunnen we... Holy shit, het is gelukt. Oké, we moeten winnen. We moeten deze pot winnen. Druk nu op like. Maar omdat ik toch een lieve jongen ben, en ik weet dat jullie allemaal het duimpje omhoog doen, ga ik morgen toch de giveaway doen van mijn oude webcam. En die komt morgen online als we natuurlijk de 600 likes hebben gehaald. Misschien zelfs de 700 of de 800. Dus doe zeker een duimpje omhoog als jij wil dat die giveaway komt. Ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Deel deze video met al je vrienden. Drop een comment. Share deze video. Deel deze video. Deel de video, like, doe alles. Ik ben Acid en ik zeg jongens, like voor de giveaway. Adios.